Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, geeft aan dat Suriname herstelt van de diepe recessie van 2015-2016. De economische groei is positief en de inflatie is teruggebracht tot enkelvoudige cijfers. Verder is de reële rente gestegen en de externe positie is versterkt. Deze zaken zijn aangehaald in een bestuursvergadering van het IMF, meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, in een persbericht. Er is in de vergadering een analyse gemaakt van de periode 2016-2018 en de verwachtingen van 2019 en daarna. Het IMF-team onder leiding van missiehoofd Ali Alachi geeft in het rapport aan dat de economie sterk afhankelijk blijft van de minerale sector en dat de fiscale, monetaire en bancaire kwetsbaarheden nog aanwezig zijn. Zoals hoofdaanbeveling stelt het stafteam dat gerichte acties vereist zijn om de begrotingspositie op een duurzaam pad te brengen. Het monetair kader te moderniseren, het bankwezen te versterken en de basis te leggen voor sterke, duurzame groei.